Aan de rand van de Afrikaanse Sahel ligt Sirigu, een dorp in de Noordoostregio van Ghana. Hier leven familiegroepen in lemen, cirkelvormig gerangschikte huizen die door muren verbonden zijn, compounds genaamd. Ieder gezin bewoont een apart deel van het huizencomplex. Het meest opvallende aspect van de huizen zijn de traditionele motieven die op de muren van veel huizen zijn aangebracht. In de dorpen van Ghana wordt de keuken beschouwd als het domein van de vrouwen. Hier bereiden ze hun maaltijden en zorgen intussen voor de kinderen. Maar in Sirigu zorgen de vrouwen bovendien voor de bijzondere decoraties van de huizen. Dit werk vindt alleen plaats in het begin van de droge tijd, wanneer de drukke oogstactiviteiten achter de rug zijn, maar er wel nog voldoende water is. Het bouwen en repareren van de huizen is de taak van de mannen. Ze maken zelf blokken van kleimengsels en bouwen meestal binnen het huizencomplex de zogenaamde compound van hun vaders. Water en kokende koolteer mengen de mannen met zand. Dit mengsel wordt gebruikt om de muren te pleisteren, die daardoor beter bestand zijn tegen de vaak heftige regenval, die ook zo karakteristiek is voor tropisch Sirigu. De vrouwen van Sirigu gebruiken, net als de vrouwen in andere dorpen van de uitgestrekte savannegebieden in Afrika, vrijwel alleen natuurlijke materialen voor hun traditionele kunst. Een kunst die jammer genoeg door verschillende factoren dreigt uit te sterven. In deze groep zijn er slechts twee vrouwen die de traditionele artistieke kennis hebben om de patronen te schilderen. In het verleden kwamen vrouwen van andere compounds hun buren helpen bij dit soort werkzaamheden. Nu is er in Sirigu een speciale groep gevormd om deze kunstvorm nieuw leven in te blazen. Binnen de groep houdt men zich ook bezig met andere projecten die inkomen genereren, zoals pottenbakken en mandenvlechten. Om het oppervlak van de muren glad te maken, gebruiken ze de handpalmen. Ongelijke stukken worden door de kunstenaar aangewezen met een lange stok, zodat de helpers die kunnen bijwerken. Veren van de parelhoen worden samengebonden en gebruikt als verfkwasten. Het werken aan de muur gaat gepaard met het maken van grappen, zang en dans. En met de handvaardigheid die echte kunstenaars kenmerkt, decoreren ze de muren met verschillende symbolen, vormen en kleuren. Zij hebben dit geleerd van hun moeders en zullen het ook weer overdragen aan de volgende generaties.
De zwarte en rode kleur wordt gemaakt van een fijn gewreven steensoort die in de omgeving wordt gevonden. De driehoeken stellen een gebroken kalebas voor. De kalebas wordt gebruikt om water, pito, dat is het lokale bier, of voedsel aan te bieden. Een gebroken kalebas staat voor scheiding en roept ook herinneringen op aan de dood van geliefden. De werkzaamheden worden even onderbroken voor een eenvoudige maaltijd. Die bestaat uit een soep gemaakt van gerst, tozafi genoemd. Er zijn ook voorstellingen die minder abstract zijn, zoals de afbeeldingen van reptielen die in dit gebied voorkomen, waaronder de slang, de hagedis, maar ook de krokodil. Ook die hebben dan weer vaak een symbolische betekenis. De python bijvoorbeeld staat voor de bescherming van baby's, maar ook voor de andere mensen die in het huis leven. De koe symboliseert rijkdom en wordt daarom vaak gebruikt als bruidsschat die wordt gegeven door de ouders van de bruidegom aan de ouders van de bruid. Op de onderste helft van de muur is in motieven een grote kudde vee uitgebeeld. De vrouw is trots op dat bezit van haar echtgenoot. Dankzij de rijkdom mogen de uit haar geboren en nog ongeboren kinderen een gelukkige toekomst verwachten.
Terwijl het werk buiten aan de muur al aardig opschiet, worden binnen de voorbereidingen getroffen voor de avondmaaltijd. Moderne architectuur overspoelt en bepaalt het aanzien van de steden en dorpen van Ghana. En dringen de prachtige expressies op de muren van Sirikou naar de achtergrond. Wat is de toekomst van de motieven op de muren van Sirikou? Maar dat is niet een vraag die deze opgewekte en hardwerkende vrouwen van Sirikou moeten beantwoorden.